Kijk. Eindelijk, de game is eindelijk uit. Hoe lang heb ik hier nou op gewacht? Denk ik 2 jaar of zo. Ja. Ik ga gewoon meteen een campaignetje starten. Ja, weet je. Ik heb deze game nu al iets van 300 uur gespeeld in de beta. Alleen maar sandbox gespeeld. Alleen in het begin wel een beetje campaign, maar er was letterlijk niks van. Als het goed is, hebben ze de campaign afgemaakt natuurlijk en zo, want het is nu full release. Het is niet meer in early access. Dit is van een mod. 500 years, the Calradian Hi. Empire Nee. dominated the Oh, zo. continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south. All was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Nou, gezellig. Heel gezellig. Enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. Burgeroorlogje. Time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. Sterke man. As new leaders arise, from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new world. Ja hoor, een hele nieuwe wereld. From the ashes of the old. Daarvoor. Ja, top. Hey, welke zal ik eens kiezen? Dat is echt moeilijk. Ik denk oprecht dat ik voor de Vikingen ga, man. Sturgeons are the descendants of the foreign tribes of Northern Calradia. As the Empire expanded into their old forests, they found a ready market for the luxurious furs and woodland animals. Who they traditionally hunted and trapped, Sturgeon chieftains became princes. Ja. Ik denk dat we gewoon een of andere Viking mercenary gaan spelen ofzo. Oké, dit is nog niks veranderd. We gaan gewoon voor een grote gozer. Nou, we gaan wel gewoon een middle guy. Halt! Wel een diepe stem. Shields up! Man the ladders! Close in! Side by side! Infantry! Form a circle! Ja, vind ik leuk. Oké, top. Dan... Helemaal een poppetje maken.
gaat ook weer jaren duren. Ik ga niet. Zeg. Ik vind deze man helemaal niet eens zo verkeerd uitzien. En even wat ander haar. En even voor wat. Ja, dit vind ik mooi. Vind ik prima. Vind ik goed. Vind ik chill. Zeg, voor nu kan dit op zich wel, denk ik. Of dit. Het is te lang. We gaan natuurlijk een jonge knaap spelen, dus ja. Er zijn ook geen gezichtsbeharing, vind ik prima. De ogen wil ik trouwens wel op een andere kleur hebben. Oh, groen. Ik vind groen een hele goeie. Ja. Dat is ziek. Oh zo. Warpaint. Nou, we gaan geen dingetjes doen. Ik vind dit eigenlijk wel funny. Ik vind het wel wat hebben. Ja, gaan we doen. En dan ja. Want deze kan alleen zwart. Oké. Okay. Your father was a member of the blah blah blah. Makes a makeup is blah blah is blah blah. Ah, oké, okay, dit is gewoon belangrijk. Dit is een urban trader, een free farmer. Winter. Oké, okay, ik kan op zich voor free farmers gaan. Of hunter. Ik denk zelfs hunter. Your family had no taste for the authority of the blah blah. They made their living deep in the woods. Slashing burning fields. Blah blah. Ja, ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. Leadership skill. You were big, and all the children looked to have you around. Blah blah. Ik weet niet. Attention and detail is ook wel een goede. Ja, doe die. Like all village children, you helped out in the fields. You also herded sheep. Of worked in the village smithy. Repair projects. Gather herbs in the wild. Hunted small game. Salt producten. Ik denk hunted small game. Klinkt logisch. Aangezien natuurlijk. Ja. Ja, ik heb wel heel veel bow nu. Misschien moet ik iets met. Zeg, kan ik met de skirmishers of de. Ja, ik doe dat wel, denk ik. Om weer met de scouts te gaan of zo. Ja, aan de andere kant, het is wel goed. Ja, ik doe het wel gewoon. You save your fiddle, blah blah. And the dangerous animals. Treated people well. Is misschien ook wel een goeie om een beetje. Kijk, hier krijg je ook gewoon meteen honor voor generous and merciful. Ja, gaan we doen. Choose your backstory. Like many families in Kelradia, your family was
abandoned by war. Your home was ravaged by the past. Jezus. Of. Survived because you subdued the raiders. You drove them off arrows. And you rode off on a fast horse. You tricked the raiders. Who organized? Ik denk deze. You were able to grab a knife in the confusion of the attack, stab the raider and blocked your way. Ja. Dat vind ik het beste. Oké. Ik had al een naam. Die moet ik even bijpakken. Ik heb niet uit mijn hoofd. Ik weet niet eens of het gaat passen hoor. Ballas Terrence. Zo, hoppatee. Next. We gaan wel op Warrior of Bannerlord spelen. Bannerlord of Warrior. Recruit difficulty. Ja, maar dat is, dan is het ook gewoon meteen easy. Het is of easy of realistic. Ik wil gewoon voor Bannerlord. Enable birth and death. Hero death in combat. Enable. Ja. Yeah. Allow clan member perks. Auto, ja, yeah, ja. Yeah. Ik weet het. Nou. Start the game. Nou, hier heb ik dan weer 2 jaar op gewacht. Hè. Is beter, is het goed zo. It's been 3 days now with the attack of those bastards. I think we're getting close. We need to think about what happened when we catch them. How are we going to rescue our brother and sister? Are we up for a fight? What the fuck? Ze hebben voice acting toegevoegd. Het is de befaamde noordelijke wolf. Ja, nou, deze game is eindelijk uit, man. Hij is uit Early Access, dus ik dacht, weet je, moet maar. Dus what the fuck. De voice acting is wel zacht bij mij, man. Ik moet het even wat harder zetten. Ja, maar ik wil, ik hoef die tutorial niet te doen, hoor. Ja, ik weet wel hoe de game werkt, hoor, man. Ik heb al 3 uur in dit spel. Hoe kan ik dit spel niet snappen? Ik weet hoe het spel werkt. Oké. Waar de fuck? Oh mijn god. Ik heb een oepsie gedaan. Ah joh, maakt niet uit. Dit is misschien ook wel funny. What the fuck is dit? Nee, maar kut. Dit is niet de bedoeling. Opnieuw. Hij moet opnieuw. Nee, ik moet opnieuw. Ja, moet je. Een dikkie mine. Ik heb per ongeluk deze mod aangehouden. Nee, gewoon exit to main menu. Ja, ik heb net gehydrateerd thuis. Exit. Ja. Boeien. Wat zie ik op Discord? Oh. Dat doe ik dus ook gewoon nog. Ik moet weer aan school, anders worden mijn billen geklept. Hey, succes. Succes met school.
Welke mod is het? Hey, kun je meekijken met de mods? Misschien is of vinden. Hier, deze moet weg. De rest, kijk, de rest is allemaal niet. Ja, is gewoon allemaal extra, weet je wel. Is niet een overall. Dus. En die map die is helemaal veranderd en zo, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wilde gewoon de normale map spelen. Ik wilde de game zoveel mogelijk vanilla spelen. Dat is wat ik bedoel. Daarom alleen maar bepaalde mods die. Ja. Gewoon kleine dingen veranderen, weet je wel. Zoals extra, iets extra armor en. Ja, dat ze de factions. De mensen hebben wat meer variaties. Gewoon eigenlijk chillen voor jezelf. Oké, okay, nieuw campaign. We gaan het opnieuw proberen. Waarom. Waarom staat het nog steeds offline? Kom op. Doe het een game. Achievements are disabled. What? Ja, maar dat is ook weer niet de bedoeling. Oké, okay, weet je. Is goed. Ik ga deze game gewoon helemaal vanilla spelen. Dan maar. Want ik wil ook wel achievements krijgen natuurlijk. Dat is ook het hele ding van deze playthrough dat ik. Of heb ik cheats nog aanstaan? Nou, ik heb geen idee. Alle mods uit. Ik weet niet of er een snellere manier is hoor, maar. Waarom capture die nou niet? Ze zijn het weer disabled, what the fuck? Dit gaat echt de slechte kant op. Het kan ook gewoon niet normaal. Hè. Ik ga even proberen. Terwijl ze toch vanilla gaan spelen, dan moet ik die cheats wel natuurlijk uitzetten. Kijk, als je met mod speelt, eigenlijk moet je gewoon echt de game, de cheats aanzetten. Straks breed je game en zo, en dat is gewoon niet leuk. Maar als ik nu toch vanilla ga spelen, dan. Ik wil namelijk gewoon die achievements hebben, maar waar staat dat? Staat er? Ben ik nou blind? Is hier? Oh, wacht. Hier, cheat mode, hoppatee, 0.
Moet hij wel aangaan natuurlijk. Dat is allemaal zo soepel. Ja, kijk, hij doet het. Top. Let's go. Als hij nu zegt dat achievement uitstaan, dan weet ik het ook niet meer. Dan moet ik maar accepteren dat ik geen achievements krijg. Yes. Ik ga dit wel skippen, want dit hebben we al gezien. Sturgeon. Ja, we zijn de guy. Nog van dit. Dat was hem. Oké. Ja, dit is niet erg. Even de oogkleur die. Dan het haar was dit en dan dit haar. Dan. Zo. Eigenlijk wil ik wel even andere wenkbrauwen. Vind ik wel goeie. Dit zijn goede wenkbrauwen. Alright, top. Oké, Hunter was het. Attention to detail had ik. Hunted small game had ik. Joined the skirmishers. Op the road with the scouts had ik. Dan treated people well. Subdue the raiders. En mijn naam. Ik wil even kijken hoe ik dat schrijf. Ballast de Grenzes, yes. Okay. Dan gaan we voor realistic. En ik doe wel gewoon veteranen combat in plaats van challenging. Ja. Want ik ben niet per se heel goed ofzo. Maar. Deze ook aan. En start the game. Brother, it's been 3 days now we've been tracking those bastards. I think we're getting close. We need to think about what happened when we... Nee! This looks like an... Trouwens, de broer van net zag er wel leuker uit, man. Ik zeg hier al. Ja, kijk. Dit is de map die ik ken. A few hours after you leave the training ground, you come across a wounded man lying under the tree. Share water with him and try to dress his wounds. Blah blah. He tells you that he's traveling. Is a traveling doctor. To thank you for your help, he hands you a small bronze artifact. Said once given to him, payment by a warrior. He said only that it was related to. He suspects it might be of great value. You resolve to. Yeah. On the first day of summer. You found the artifact. Ja. Select your family name. Dat wordt deze. Dit wordt... De Hydrogorus. Oh, even kijken, ja. Of zijn er nieuwe plaatjes? Mij wel. Er zijn wel nieuwe plaatjes. Dit vind ik wel funny. Een soort van oog. Zo ziek. Deze vind ik ook wel dope. Maar we zijn vikingen trouwens, hè? Dus we moeten wel echt iets... Ja,
per se viking hoeft ook weer niet trouwens. Oh, deze is wel schattig. Deze is wel leuk. Is fun. Deze slang is ook nieuw. What the fuck is dit? Dit is wel heel... Ja, het is een beetje een mix van Empire en... En de vikingjes. Gewoon een vogel. Heel simpel een vogel. Natuurlijk ook gewoon al deze dingen. Maar ik ben echt niet van vogels, dus ik ga geen vogel. Waarom is het zo moeilijk? Ik bedoel, ik zie gewoon letterlijk niks waar ik naar zoek. Of wat er ook op lijkt. Geen idee wat de fuck dit is. Weet je, anders doe ik gewoon... Ja. Maar anders doe ik gewoon deze. Geen idee wat de fuck het is. Maar, dit vind ik niet uit. Groen, blauw, rood, zwart. Nou, ik ga wel inverted colors, want al die andere kleuren zijn zo basic. Ja, ik ga voor dit. Vind ik wel een mooi kleurtje. En dan... Nou, dit is lelijk, dit ook. Zwart kan wel. Ja, dan maar dit hoor. Doe uiteindelijk wel een custom banner hoor, uiteindelijk. Maar voor nu... Ga denk ik wel dat dit plaatje erin houden, denk ik. Ik vind het wel wat hebben. Oké, ik ga meteen even de game saven. Dan hoef ik niet mijn poppetje weer helemaal opnieuw te maken. Als hij uiteindelijk crasht, die weet maar nooit. Oké, kijk, ja, hier hebben we, dit is de quest, hè. Oké, we moeten monies fixen, grotere party size, meer en nou, we moeten een companion. En we moeten tegen nobles praten. En hoeveel dagen hebben we ervoor? Heel veel. Om te beginnen, we hebben inderdaad heel veel shit in boog. Dus, ik ga in ieder geval iets voor one-handed. Decrease your bow accuracy, lost movement. Is misschien wel een goeie. Ja. Handig is headshot damage. Ik ben niet zo'n goede aimer. Ga hier maar even kijken. Ik zie meteen een quest. Hij heeft grain seeds nodig. Ze hebben te praten tegenwoordig. What the fuck? A lot of people here. Come a farmer, craftsman like me. Like to speak. Okay. Ik hoorde je het een probleempje. Dus hij heeft shit nodig. Hij heeft wel min 2 relation, maar dat komt dus omdat ik een... hoe heet het ben? Een viking. Ja, we gaan even graan voor hem vinden. Voor, en het is 390 de centen. Nou, dat is deze. Oh, ik moet 30 units. Ik dacht, dat hij zei 3.
30 units voor, wat was het, 390. Nou, het is dus niet in Poros, want daar heb je heel veel. Of daar is het heel duur. Ik zie wel dat hier een graanding is. We kunnen even kijken of hier wat te doen is. Trade, verloren. Dragon banner, first piece. Oké, okay, sick. Oh ja, je kan natuurlijk weer zo'n banner. Zo, zo nieuw. Grain. Hier, grain. Dat is, best duur, vriend. Dat is best duur. Best duur graan. Hier ga ik dus geen zaken doen. Dat zie ik nu al. Nog geen troops. Oh, kut. Nee, die moet ik in het donker. Oei. En dit is heel spooky, hoor. Ik weet niet... Nou, ik kan denk ik in mijn eentje wel zo'n guy halen. Gewoon bandits aan. Wat hebben we hier? Voor 15. Als ik dan... 30 wil hebben... Ben ik 435 kwijt. Dat is dus niet de bedoeling. Ik moet er goedkoper dan 15 vinden. Eerst hier kijken. Maar ik denk niet dat, dat er nu nog veel zit. Het is ook 15. Zal het hier wel duurder zijn? Jeetje man. 14. Ja. Voor 20. Kijk, ik kan het doen. Dan maak ik wel verlies, maar heb ik wel reputatie erbij. Nah, nee, gaan we niet doen. Eens even kijken, waar hebben we nog meer graan? Hier. Weet je, misschien is het inderdaad hier gewoon goedkoper. Ik ga wel even langs dat kasteel. Ja, ik kan niet in het kasteel natuurlijk, want... Ik bedoel, ik ben at the moment echt een nobody, dus ze laten me nooit binnen. Oh shit, kijk, daar gaan we al, de looters. Maar ik ben sneller gelukkig. Ja, 12 zou ik misschien nog wel aan kunnen hoor, maar... 9, die kan ik wel aan. Today is not your lucky day, friend. How about you hand over your silver? Be a real shame to have to cut anyone's throat. Guys, ik vind de voice acting vind ik wel funny hoor, want ben ik echt niet gewend. Hey yo, dit is ook weer... Oh ja, ze hebben natuurlijk ook nieuwe maps toegevoegd en alles. Serieus. Oh fuck. Ik heb ook gewoon nog maar 20 van die dingen. Vast. Maar zij pakken wel die damage, hoor. Godfuck, dan krijg ik zo'n steen tegen mijn bak is. Zo, hoppa, dat is er eentje.
Nog eentje. Hoppa. Hoho, die is dood. Oké. Okay. Dit gaat heel spooky worden. Nu moet ik ze gewoon mappen. Oh, dit is heel eng. Ik kan ook retreaten, denk ik. Dat is ook nog een optie. En dan nog een keer proberen. Ga ik doen, dan heb ik wel gewoon mijn pijlen terug, hopelijk. Ik denk dat dat de tactic is, hoor. Ik weet niet of het nog zo werkt. Eerst werkte het wel zo, namelijk. Dit is wel een grote map, man. En een traag paard. Echt een traag paard, dit. Wat? Nee, maar nu moet ik surrenderen. Dat is zo niet de bedoeling. Ja, kutzooi. Kan ik niet gewoon weer attacken? Of laat me attacken. Nou, dan surrender. Ja, verdikkie, man. Ik ga ze nu ook doodmaken, ook, hoor, als ik eruit ben. Nee. Ik wil gewoon escapen. Ze moeten van mijn centen afblijven, joh. Ik het helemaal weg. Helemaal wou is dit. Oh, als ik hier escape, dan heb ik wel meteen. Maar dat geluk heb ik niet. Oh, ja. Nice. Oké. Okay. Wat heb ik nog allemaal in mijn inventory? Ja, weet je, ik boek hem wel gewoon. Vijftien. Mooi. Zijn mensen skeer. Heel skeer hier. Die klootzakken hier. Yo, ja, dit is Mountain Blade Bannerlord, man. Is nieuw, nieuw. Hij is echt al 2 jaar in Early Access. En tegenwoordig is hij, hoe heet dit? Is hij, gewoon gereleased, zeg maar. Gewoon fully released. Jezus, dit is duur. Deze man is een duur. Tegen geen zaken doen. Ga je naartoe. Die zijn echt eng. Die kan ik echt niet aan op het moment. Ook 17. Gast, hoe ga ik deze quest doen? Zonder verlies te draaien. We zijn al meteen op een moeilijke quest, hoor. Jeetje. Ook weer 15, weet je wat? Ik koop er gewoon. Fuck it. You have enough. Yes, I know. Oh mijn god, ik loop zo langzaam. Oh, dit gaat nog wel even Ze zijn maar met z'n vieren. Dat scheelt heel erg. Nee, ja, niet meer. Het is niet meer in Early Access. Dat is het. Hij was. Waarom mist het ook? Waarom mist dat ook? Oh, gast. Oké, dat was dan een headshot.
ga ik ze niet doodrijden. Alexa, stop. What the fuck, man? Waarom gaat die nou weer aan? Het is altijd, hè? Ik gebruik dat ding nooit. Het gaat alleen aan als ik... Oké, die is dood. Oké, ik heb denk ik het idee. Oh. Kom op, van deze afstand. Hij gaat tussendoor, meen je niet. Oh, ik ga het zo even lezen. Oh. Ja, zo mijn oma het vraagt. Nou, het is gewoon een spelletje waarbij jij een middeleeuws mannetje bent. En, het is eigenlijk vroege middeleeuwen. En in principe kan je gewoon alles doen in het spel wat je wilt. En 9 van de 10 keer is het doel gewoon om een groot leger te hebben. Je eigen landje en shit. Godverdomme, dan moet ik ze doodslaan. Ik heb geen HP. Dus dat wordt tricky. Oh. Ik vind ze eng. Laat nog een keer proberen. Oké, die is dood. Ga ik echt mijn best om deze dood te krijgen. Want ik wil mezelf niet dood. Maar ja, dus je begint gewoon heel skeer. En hoe heet het voor de rest? Ja. Je moet gewoon een beetje chillen, een beetje geld verdienen, een beetje... Ja, je kan oprecht gewoon zoveel doen als je wilt. Je kan gewoon in battle arena's kan je gewoon grinden en zo geld verdienen. Je kan meteen mensen huren en je leger langzaam opbouwen. Je kan quests doen, je kan van alles. Je kan zelfs gewoon in één stad de hele tijd blijven en mensen in die stad gewoon relations opbouwen en zo. En op die manier, invloed krijgen en dat soort zooi. Ja, je kan echt van alles. En dan heb ik het alleen maar over de base game. Met mods kan je nog meer. Ik had vandaag een mod gezien waarbij je ook gewoon... rare bandieten shit kan doen, weet je wel. Dus dat je... I don't know. Wat je allemaal kan doen. Zoals mensen pickpocketen en zo. Godver, nee. Oh, hier heb ik dus echt geen zin in. Ik ben de lul. Ik ben 100% de lul. Als ik met 4 mensen... met 20 pijlen... als dat gewoon mij niet lukt. Zo bijna. Ja... Oh, ik kan niet eens aanvallen. Ik mag niet eens. Oké. Ik mocht het niet eens proberen van de game. Hey, als deze knapen mij trouwens dichterbij brengen, zou ik dat eigenlijk niet eens erg vinden. Nee, ik moet naar beneden. Ze maar weer attacken dan. Nee, ze hebben mijn eten gestolen. Godver. Dit is echt bagger, joh. Heb je ook mods waar je als... Ja, nee, je hebt wel volgens mij zo'n mod dat je inderdaad in zo'n soort wereld komt. Dus dan kan je contracten doen en zo. En wat soort mercenary zijn en shit. Dus ja. Er komt sowieso ook een Star Wars mod. Dat eigenlijk alles gewoon Star Wars is. Lord of the Rings mod. Dat alles gewoon Lord of the Rings wordt. Je hebt de Warhammer mod. Dat alles de Warhammer wereld shit wordt. Volgens mij ook een mod dat alles, dat de map wordt gewoon Japan en je hebt allemaal samurai en dat soort zooi heb je ook. Ja, je kan het zo gek bedenken als je wilt. Deze game is gewoon echt best wel, breed. Echt van alles.
Zoals gewoon een early game alles al verpesten. Bijvoorbeeld. Ik denk dat ik het op deze manier ga doen. Nu moet ik die looters weer even gaan zoeken. Dan ga ik ze doodslaan. Keihard doodslaan. Ik hoop dat ze hier ook gewoon nog zijn. Anders ga ik huilen. Ik denk dat die guy is al gepakt. Oh, daar heb je ze, denk ik. Bitch, kom hier. Ja, ik ben oprecht hyped ervoor, hoor. Ik ben oprecht hyped voor de Star Wars mod, want ik bedoel... Ja, je kan al zoveel shit doen. Nice. Easy. Easy clap. Nou, dit zijn de elite mannen. Kijk, ik kan ze ook meteen upgraden. Goeie zak. Ja, ik weet nog niet of dit echt de troop tree is. Voor mij wel. Ja, wel en niet. Want ik heb wel een mod. Oh nee, ik heb die mods uitgezet. Helemaal vergeten. Ik heb helemaal geen mods in deze playthrough. Dit is gewoon vanilla. Hey, extra armor. Nou, de rest is bagger, die kan ik verkopen. Ja, het is niet... Het is gewoon heel moeilijk om te vertellen wat je allemaal kan. Je kan beter gewoon op Steam de description lezen en video's kijken van mensen. En ja, dan weet je het wel. Het is eigenlijk... Een soort van mix van een open, nou ja, een beetje een soort van open world en Total War eigenlijk. Want de combat mechanics is wel eigenlijk een beetje net als Total War, maar dan ben jij zelf een van de lopende mannetjes. En zweef je er zeg maar niet boven. Jou gaan we niet recruiten. Ik ben niet van plan om prisoners te recruiten en zo. Althans, niet, geen looters. Looters en cringe. Een beetje centen. Dit is heel duur. Dat is echt heel duur. Er is geen tournament toevallig. We kunnen wel naar de tavern gaan. En de prisoners verkopen. Ja, je hebt een multiplayer, maar dat is grotendeels eigenlijk PvP. Het is niet dat je met ze met meerdere op deze map kan chillen. Je hebt alleen dat je ja, gewoon battles hebt. Weet je, dat je ja, gewoon online twee legers tegen elkaar en dan gewoon elke soldaat is gewoon een echt persoon. Dat is het dan meer. Heb ik een paar keer gespeeld, maar ik vind het zelf vind ik het niet heel leuk, want ik vind het RPG gedeelte niet leuker. Komt vast wel een mod, dat je online kan spelen en zo. Maar dan wordt het gewoon hetzelfde als een MMORPG. Dat zou ik ook op zich wel kunnen proberen een keer, maar niet nu. Dit is ook duur vast. Hoe ga ik ooit die guy helpen? Hoe lang heb ik eigenlijk nog voor die quest? Nog maar 7 dagen. Oei, oei, oei. Oh, de mountain bandits kan ik wel pakken. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik deze guys kan pakken. Ja. Ik ga ze eerst even damagen. Oh, daar zijn ze. Kut.
Ze kunnen wel gooien, man. Die is dood. Die is ook dood. Oep. Oh, die was mis. Die is ook dood. Nee! Hij heeft me. Kut. Nou, nu is het hopen dat... dat mijn homie ze kleppen. Ik denk niet dat dit het geval gaat worden. Hij rent er ook gewoon achteraan. Oh. Ja, verdikkie. Wat? Nee. Nee, ik zit niet op de console, man. Dat, Ik ben niet zo'n console gamer. Ik doe het gewoon lekker op de PC. Maar, Ja, ik zuig wel echt ballen. Ik heb nog nooit zo'n slechte start gehad. Dat is op zich wel goed. Nee, ik doe deze. Increase your maneuvering by 10%. Ja, daar heb ik at the moment niks aan. Omdat mijn paard gewoon zo traag is. Maar ik kan het wel even doen. En dit. Voor de rest. Ja, athletics is op zich wel. Kan ik wel doen. Scouting is misschien ook wel handig om te doen. Leadership. Ja. Het is oprecht gewoon, ik heb oprecht gewoon een kutstart. Ik denk dat ik ook gewoon maar beter looters moet gaan grinden ofzo. Een poppetje gewoon beter maken. Wat was dat geluid? Oh, nieuwe volger. Hey yo man, dankjewel voor het volgen. Of je een bot bent of niet, dat maakt niet uit. Oké. Okay. Ja, weet je wat het is? Ik kan het wel kopen. Maar, oh god. Het is nog steeds te veel. Ik had het nog steeds niet... Nee, ik had gewoon deze quest niet aan moeten nemen. Stupid. Hey, een tournament. Daar ga ik aan meedoen. Ja, toch heb ik heel weinig armor. Ja, de Chinese bel, ja. Oké, ik ben benieuwd of ik... Oh, dit is een longbow, what the fuck? Oh, mijn homie gaat dood. Oh, oh. Oh, nee! Oh man. Ja, verdikkie man. Ik neem mijn guard omhoog.
Denk maar poppetje uit. Ik ga hem gewoon wegdoen. Terwijl ik hem al omhoog had. Ja. Dankjewel, game. Kijk, tuurlijk was het ook een beetje mijn schuld. Maar dat was timing. Maar ik bedoel, als ik hem omhoog heb. Hou hem dan omhoog. Ik heb geen eten. Dat is ook niet handig. Ja, wat is het goedkoopste? Graan! Joepie, ja, dat kan ik dus niet betalen. Gewoon 10 graan. Dat kan ik wel betalen. Oké, nu moet ik wel echt dingen zoeken. Gewoon looters zoeken en zo. Oh, maar nu zijn ze te snel. Oeh. Ze zijn met z'n 18, hè? Bro, dat ga ik zo winnen. Easy. Het zijn wel sicke maps trouwens. Hoor. Ze hebben het echt goed gedaan. Voor mij is deze. Nou. Deze soort map is niet nieuw, maar ik heb wel het idee dat ze hem veranderd hebben. Oh fuck, ze doen damage. Oh. Straks word ik weer van mijn paard genokt. Zo, al die stenen, doe normaal, gast. Ik ga dit niet overleven. Dat weet ik niet waarom. Kijk, zie je die guys? Die gaan we sowieso hitten. Kijk, zie je. Easy win, man. Opa, dood. Te makkelijk. Dus wanneer gaan ze dit spel moeilijk maken? Kijk, dit bedoel ik. Dit is beter. Dit is niet beter. Dit is ook niet beter. De rest kan ik namelijk wel gewoon verkopen. Hé, hey, wat is dit? Wat betekent dat? Information, true, blah, blah, blah. Disorganized? Geen idee wat dat betekent, man. Is dat gewoon na een potje of zo? Na een battle ben je gewoon disorganized of zo? Kijk, aan de ene kant, ik snap dat wel. Hoppatee, centen. Ik heb weer centen. En dan kan ik wel even wachten op iets meer HP. Ja, zal ik ze recruiten? Nee. Ik ga deze ook gewoon verkopen. Zo, wie de fuck is dit dan? Ja, nu wil ik je pakken hoor. Zo, dat zijn 32 looters. Die kan ik dan weer niet aan. Die 32 looters. Oké, ik heb geen keuze meer. Hoe gaat je opleiding? Nou, ik heb het oprecht naar mijn zin op opleiding. Dat is gewoon niet eens een grapje. Ik vind het oprecht gewoon leuk. Gewoon biologie. Kijk, nu heb ik vooral plantjes en zo. Maar ja, dus. Maar ook gewoon die school. Die school is echt gewoon. Ja, ik
vind het een leuke school. Goed gebouw. Het is letterlijk een groen gebouw. Daar word je sowieso al blij van de kleur. Oké, dit is één grote... Nee! What the fuck, gast? Ik snap dit echt niet, man. Komt er ineens een guy? Ja, dit is gewoon kloten. Dan gaat het goed, en dan gaat het nu niet meer goed. Gaan ze niet winnen. Nee, ja, tuurlijk. Ja, man. Ik ben ook echt super blij, vooral omdat deze fucking looters mij gewoon letterlijk neuken. Het kan ook gewoon niet gaan zoals ik het wil. Ik was gewoon lekker bezig, weet je wel. Ik ga je pakken. Nee, oh, ik schrok me dood, ouwe. Ik denk, daar ga ik weer. Nou, we gaan weer opnieuw. Nee. Nee. Laat me in rust. Ik kan er 22 mensen hebben in mijn party. Dat is wel handig om te weten. Ja, gast! Oh, het gaat zo kut. Ja, sorry man. Het ging gewoon niet zoals ik het wilde. Goed, ik ga gewoon langzaam meer naar het noorden toe, want ik wil eigenlijk gewoon wel bij die Viking shit chillen. Eigenlijk vooral hier. Zo, de map volgens mij ook wel een beetje veranderd hoor. Het ziet er... iets meer gedetailleerd uit of zo. Ga ik langzaam naar het noorden toe. Hier moet ik even wat eten kopen. En hier heb je gewoon graan voor 10. Nice. Kijk, heb ik weer een beetje moraal erbij. Nee, het staat niet op hardcore, het staat op realistisch. Het is heel, deze game heeft eigenlijk een makkelijk, of een heel makkelijk, realistisch. En ik heb hem op realistisch gezet. En realistisch is voor mij gewoon moeilijk. Oh, kut. Ik zit niet op te letten. Ik ben nu even al met mijn geld uitgegeven. Waarschijnlijk als ik straks al die loontjes moet betalen en zo dan. Mensen weer weg. Ik weet niet wat die Among Us is, ouwe. Er staat letterlijk dat er niemand gevolgd is. Die mijn sounds zijn zo geneukt. Het werkt gewoon niet. Je kunt nog pay wages, ja zie je. En gaan mensen nog deserten ook. Jou heb ik nodig. Van die kleine parties. Ja, als ik ze vervolgens niet bij kan houden. Oké, heb jij tenminste nog iets van, I don't know, iets anders van een quest? Family Feud, nee, heb ik ook niks aan. Dat is ook een kut quest.
Jou ga ik pakken. Nee, waarom loopt hij zo snel? Oh, deze heeft een... Hoe heet het, quest? Ja, verdikkie. Ja, dan... even wachten. Kijken of ik weer mee kan doen met het tournament. Niet dat ik er wat van geld overhouden. Go to Tavern District. Nee. Ja, en dan join tournament. Ja, ik weet, ja, dat de Among Us sound is zeg maar de... Hoe heet het? De follower sound. Maar ja. Als ik vervolgens zie dat er niemand gefollowed is, vind ik dat raar. Hey yo! Ik word gewoon gesnijd hier. Oh shit man. Mensen moeten mij hebben. Ga dood. Waarom ga jij niet dood, wees? Oeh. Hé, ik heb eindelijk iemand dood. Nee! Ik drukte op blok. Godverdomme, man. Oh, ik ben wel door naar de volgende ronde, maar ik ben letterlijk bijna dood. Oh, nee. Oh. Zo, dat deed ik goed. Oké, dit gaat prima. Ik heb er... Oh shit. Ja, die paarden zijn hinderlijk, jongen. Nou, dit is een toernooitje. Ja, je kan gewoon van stad naar stad om van die tournaments grinden. En dan... Ja, je kan geld verdienen door geld op jezelf te zetten als je zeker weet dat je wint. Kijk, nu lukt dat mij niet. Want ja, mijn poppetje is gewoon een beetje zwak. Ja, zie je, ik word gewoon letterlijk ge-one-hit. Zo niet de bedoeling. Ja, nu krijg ik niks. Het enige wat ik heb gekregen is eigenlijk XP. Gewoon dat ik op deze manier mijn skills kan... doen, zeg maar. Hoppa, 85 centjes. Mooi. Waar zijn die looters nou, als je ze nodig hebt? Daar heb je er weer een. Maar ze gaan zo snel. Ze gaan letterlijk zo snel. Oké, hier. Ik moet dit goed beloeren. Welke kant ga je op? Ik ben zo gehyperfocust op deze looter. Oké. Ja. Dit ga ik... Als ik dit niet haal, als ik hier weer... Oh, dan ga ik huilen. Dan ga ik maar huilen. Ja. Mijn poppetje is gewoon letterlijk zwak. Zo! What the fuck? Waarom? Word ik één keer gehit, is meteen al mijn HP weg. Ja. Jezus, man. Dit is toch... Ja. Ik snap het niet, hoor. Misschien is realistisch blijkbaar toch echt te moeilijk of zo.
Ja, ik word één keer gemapt en ben meteen bijna dood. Ja, klinkt realistisch. Beetje te realistisch voor mijn smaak. Waar heb ik? Ja, ik heb wel iets erbij gekregen. Increase your maximum hit points bij 5. Of foot troops in your formation gameplay. Ik ga voor de movement speed, want weet je, die hit points maken toch niks uit. Als ik toch in één klap word doodgemapt. Dus ja, weet je. Nou, ik voor de move speed. Ik mis daar trouwens nu ook wel de mod dat je gewoon bij iemands leger kan aansluiten en gewoon zelf een soldaat bent. Want dat maakt het de early game zoveel makkelijker. Wants you to sell his goods for price above the global average. Dat kan ik op zich wel proberen. Yours is not a face I know. What is your name, stranger? Oh, ik moet ze kopen. Oh nee, niet. Ik heb het wel. Wat heb ik dan gekregen? Paard. Dat paard, dat moet ik gaan verkopen. Wordt wat. Dat gaat wat worden. Dit ga ik daar maar loeren. Ik kan namelijk dat geld wel gebruiken vast. Die extra centen. Dit is een merchant. Well, and who do we... German. Ik ga weer proberen die hier een tournament te winnen. Oh, oh god. Je hebt geen teammates. Oh, en ze komen allebei op mij af. Tuurlijk. Pak hem in zijn rug. Steek hem in zijn rug. Steek hem in zijn rug. Hoppa! Goeie zak. Kijk, dan begin ik weer met een... Oh kijk, ik zit nu op een paard. Hoppa, dat is weer eentje minder. Kom hier. Die is ook dood. Zo, ik ga hem nu wel lekker hoor. Wat? Oh, 32 en 1. Ik dacht dat ik maar 1 damage deed. Congrats. Alright, nice. Oh, geen pijlenmannetje.
Nee, wat doe je, man? Wat een sukkel, gast. Ja, omdat mijn teammate... Oh, die AI is zo dom. Hij ging letterlijk met zijn rug naar die andere guy toe. Ja. Vind ik niet leuk. Ja, vind ik jammer. Vind ik spijtig. Wat een floppy, man. Wat een floppy. Eens even kijken, dan... Oh, kut. Deze kan ik... Ik ben dood. Deze kan ik niet halen. Deze gaan maar 100% snipen. Kijk dit dan ook. Mijn pijlen die komen echt niet eens in hun buurt. Ik zie het somber in. Sommige pijlen gaan ook gewoon tussen hun neer. Tussenin door. Ja, what the fuck? In mijn voet? Nee, niet zo tof. Nee, het gaat niet goed. Ja. Dit spel, ja. Ik weet dat het gewoon, als je hem op realistisch hebt, dat het begin gewoon het moeilijkste is. Maar, jeetje man. Oh ja, dankjewel game dat je mij gewoon hier loslaat. Echt geweldig. Ik heb dat paard toch nog wel. Ja, gelukkig. Ja, hier is ook weer een tournament, maar... Kijk, ik kan het proberen, maar ook, weet je... Ja, ik ga het wel gewoon doen. Nou, kijk, ik ben eindelijk een iets wat ik goed kan. Oh, ja, ik mis instantly. Oh, die was... Oké, jij bent eng. Kom hier. Nee, mijn homie. Hij heeft wel betere armen.
dat is een hit. Oh, kan ook het paard doodschieten trouwens. Wil ik eigenlijk niet. Als het niet anders kan. Oh, is op het schild. Ook weer op het schild. Hoppa, in zijn kont. Volgens mij. Weer pijlen, nice. Die is dood. Oh, die was so close. Die is ook dood. Huh, wat doet mijn poppetje raar? Die is ook dood. Die niet. Oh, kut. Oeps. Dat was niet de bedoeling. Dat was heel close. Dat was echt heel close. Oh. Ja, hey, is goed. En hey, jij ook, hè? Good luck met in Holland. Hoe erg dat, hoe goed dat ook kan, natuurlijk. Oh, dit is wel een grote jongen. Ja, ja, omsingelen misschien. Zo, veel HP. Die is dood. Oké, boy. Meen je niet? Deze guy. Oh, ik heb gewoon een ding gewonnen. Ik heb een tournament gewonnen. Let's go. Het spel is te makkelijk, guys. Zo. Niet dat ik daar geld voor krijg of zo. Increase troop movement speed. Hey, sick man. Ik denk zelfs dat ik dat ding nog moet gaan verkopen. Hey. Oh, hey. Oh, dit is nog wel een. Oh, ik ga hier eens even chillen. Kijken. Oh, dit is een kasteel. Oeps. Waar is de. Eerst en dit zijn de stad. Ja, ook naar mijn gezin. Jou wilde ik hebben. Yours is not a face I know. What is your name, stranger? Grand Prince Regenry. Blabla. Well, dat was blabla. Emperor led an army accompanied by Kuzits. Coalition of Sturgeons.
Oh, nee, nice. Deze is nog. Dit is gewoon kut. Ja, 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 lastig, lastig, lastig. Ja, Madison wil omhoog, want ik ga zo vaak dood, gast. Doe ik deze ook wel. Hoe lang ben ik eigenlijk al bezig? 1,5 uur. Oh, joh. Ik heb 7. Ja, daar maak ik dus ook gewoon geen gebruik van, blijkbaar. Eerst 7, dan iets raars, doms doen. En dan als het niet uitpakt, gewoon weer opnieuw laden. Maar zo wil ik eigenlijk ook helemaal niet spelen. Ik wil gewoon spelen. Ik ga trouwens even naar de WC toe. Dan ben ik zo terug. Zo.
Yeah, wait a minute. Oh, whoa, 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 whoa. Oh, oh, whoa, whoa, whoa. Yeah, well. Top. Nou, dan ga ik maar weer lekker lijden, omdat ik gewoon slecht ben in het spel. Ja, deze guy gaat ook disappointed worden. Man. Ik ga nooit voor 710. Hoe de fuck ga ik dat doen? Het klinkt gewoon zo onmogelijk. Ik heb 25 dagen. Dickie man. Maar is er trouwens niet iets anders wat ik kan verkopen? Nou ja. Ja, ik heb ook geen geld om dingen te krooten en shit. Wat kut, wat kut. Nee, oh mijn god. Ik zag die looters heel laat. Die onzin, dat is ook weer niks. Gast. Ja. Oh, hier is weer een tournament. Hopelijk iets wat ik zomaar niet ga gebruiken. Dat is iets wat ik misschien nog wel zal gebruiken. Maar dan verkoop ik gewoon het zwart wat ik nu heb. Als ik überhaupt win. Ben je nou echt zo scheef? Alright, let's fucking go! Zo, 70 hele fucking damage gerust. Jij bent nu dood. Hoppa, en ik zei het je. Jij gaat voor mijn homies. Dat mag niet. Hoppa, in zijn rug. Deze guy nu in nogal dood gaat. Okay. Hoppa, jij bent dood. Jij nog dood gaan ook. Oh, kut. Dat was vol op mijn arm geweest. Easy. Oh, dit wordt zo'n battle. Oh, het is een vrouw. Kippie? Oh, dat was een goeie. Dat was een goede hit. Dat ook. Nice. Probeer. Deze guy is sowieso beter. Ik vind het op zich wel een leuk idee, gewoon. Dit is een soort van steekspel idee. Oh, zo. Oh, shit. Dat was bijna. Nice! Hey, yo, betekent dat ik misschien geld ga krijgen?
Als in, ik ga dit ding verkopen of ik ga mijn andere wapens verkopen. Zo. Zo. Dat is een duur wapen hoor. Maar nu wel mijn dure wapen, what the fuck. Nice. Dan ga ik deze inderdaad gewoon even verkopen. Dan heb ik weer iets van centen. Ik heb natuurlijk nog steeds geen eten. Oh, dat is wel duur hier. Ik koop wel 4 dingetjes. Oh, ja, jou moet ik hebben. Mess with us. Leave no one breathing. Dit is wel echt een ziek mes hoor. Ziek zwaardje wel. Hij is wel heel traag. Oh shit man, ze gaan niet overleven. Oh fuck, nee! Oh, die steen. Waarom? Waarom zijn looters zo fucking sterk? Ik snap het echt niet, ouwe. Jeetje. Die looters horen niet sterk te zijn. Ik snap er echt een kloot van, ouwe. Dit is, ja, het is zulke bagger. Ik heb mijn shit nog wel, het scheelt. Is nu dat ik geld had? Oh ja. Dat is nu weg. Wat is dit? Ja, dat ga ik niet doen. Dat is legal business. Deze kan ik ook niet doen, man. Er zijn gewoon geen quests die ik kan doen. True Art of Trade. Ja. $730. Kopen. En dan gaan we naar de arena en dan gaan we maar weer. Kijk, eigenlijk voor die arena shit is hoe heet het beter? Armor. Ja, dan kan ik gewoon meer hits pakken. Oeh. Kijk, bijvoorbeeld deze guy had 4-5 hits nodig. Terwijl als hij mij waarschijnlijk 1 keer gehit had, was ik dood. Was ik al dood. Dat is, ja, al mijn ding. Ik heb fucking weak armor. Ja, zie. Oh, jammer. Jammer dit. Hé, ik ben wel door. Oké. Oh, misschien die teammate heeft het gehaald. Dus ik word gewoon gecarried nu. Oh, kerel slaat de dormant guard heen, hè. Sef. Want hij ging omhoog. Ik doe alsnog gewoon guarden. Maar die guy, die hit me alsnog.
Niet voor gemaakt, man. Ik ben er niet voor gemaakt. Nog. Nu moet ik inderdaad mijn weg daar naartoe vinden. Ik ben echt inderdaad wel ver. Ga ik gewoon wel weer via het noorden. Ga ik wachten tot deze guy eruit komt. Dat hij wel shit. Die guy is gewoon verdwenen. Dat zou ook wel. Heb je die guy? Ja, moet ondertussen natuurlijk wel gewoon door met de quest en zo. Dat is er één. Ik weet niet of ik hem aan kan. Ik heb wel 41 HP, ik ga het niet riskeren, man. Ik ga het niet risken. Ik ga niet risk of rainen. Echt een heel goed spel, hoor. Risk of rainen. Wordt er nou weer gezegd? Hier kan ik ook niet overheen, zeker. Nee. Zeg, die 5 zou ik wel aankunnen. Kijk, ik voel. Ja, maar ik heb er dus geen geld voor, dat is het probleem. Ik heb nergens geld voor. Ik ben skeer. En ik heb geen idee hoe ik centen kan krijgen. Nou, ik weet het wel. Eigenlijk moet je gewoon traden en zo. En dat soort zooi doen. Ja, ik ben niet trade ingesteld. Dat is het probleem. It's been a while. Ja, zeker. Hier. Nou. 20 hele denaars heb ik gefixt. Nou, ik kan op zijn minst zeggen dat ik een quest gedaan heb. Dat vind ik al heel wat, namelijk. Een Ostikan. Boxhall. Waar de fuck ligt dat dan? Ja, hij is helemaal daar, vriend. Moet ik daar weer helemaal terug gaan? En zo zijn we niet getrouwd, hè? In Orcs Hall, ja. Ja, ik denk oprecht dat ik gewoon moet gaan traden en zo. Waar ligt dat dan? Wat was het nou te doen? Dat was het verkeer. Kan ook dat doen.
Ik heb daar helemaal geen shit voor. Ik kan dat helemaal niet. Het is ook een manier om geld te verdienen. Wat was het nou, de vis toch? Waar ligt dat trouwens? Oh, hier. Oh, maar dat is helemaal niet zo ver. En dan ook nog de tournament kijken of ik die kan winnen. Dit is weer zoiets dat ik zou verkopen. Zo wat chill zou moeten te winnen. Oh, zo, dat doet ook veel damage. Veel bloed hoor, jeetje. Deze game doet veel ambloed. Nou, paarden zijn ook gevaarlijke beesten hoor, jezus. En ook vette damage. Ja, dit gaat echt nog wel even duren. Die guy op dat paard verdood gaat. Zeg maar van mijn team of yeah. Ga je van mijn team dood, ga je gewoon op het paard. Want dit werkt ook. Zo, dat werkt ook. Hoppatee, nu ga ik op het paard. Ik ga gewoon met mijn teammate mee. Oh fuck. Ik wist niet eens dat ik pro dingen had. Oh, dat doet damage. Hoppa, in zijn piepie. Let's go. Oké, nu zit ik op het paard. Oh. Dat was een kop en niet op. En eerst deze. Moet ik dood. Die kon mij, zeg maar, killen met zijn speer. Dat is niet heel chill. Huh? Ik wist niet dat dit zomaar zo lang was. Nou, je valt best mee. Oké, let's go. Waar is hij? Oh, daar!
Ik ga hem eerst al die shit laten gooien en dan komt hij naar mij toe. En dan... Oh, ook al alle drie in zijn hoofd. Nice. Dit is mooi meegenomen. Want dan kan ik deze shit gewoon verkopen, want ik ga die throwing ding niet gebruiken. En omdat ik dat, kan ik meer vis kopen. Dan koop ik een vis. Dan koop ik een paard. Dan koop ik meer vis. Dan koop ik een mule. Koop ik nog meer vis. Dat is grain, dat is geen vis. Nee, grain is niet nodig. Alleen nodig om eten. Doe dit. Koop ik nog even wat troops. Ik veel zoiets. Ja, 60. Ik wil een goeie. Kijk, ik ben niet van plan om te gaan battlen of zo. Weet je. Als het moet, dan moet het. Trouwens, hier naartoe. Hier. Kijk, het is op zich wel ver. Maar het valt eigenlijk ook wel mee. Kijk, bijvoorbeeld die gaan we gewoon even vermijden. Wat het dus ook is dat volgens mij de AI, al zijn ze bijvoorbeeld met z'n vijf of zo, als ze dan van me wegrennen, dan hebben ze gewoon minder. Toch, al zou ik met ze vechten, dan zou ik alsnog verliezen, weet je wel. Dat is gewoon hoe het gaat, blijkbaar. Dat is gewoon mijn luck. Deze 5 die gaan echt niet achter mij aan. Nee, zie je. Maar ik ga ook niet achter hun aan, want... Nou, kijk of ik hier een profit van kan krijgen. 18. Bro. Was eerst nog... meer. Maar. Mijn trade skill point is dan wel weer omhoog gegaan. Ik doe wel even zo, want dan gaat het iets sneller. Eens even kijken, wat kan ik hier dan weer kopen? Of misschien hogere markt, of wel je weet. Ook haal je niet zoveel. Ah, nou, ook haal, denk ik. You don't have enough money. Oepsie. Ook zo is dat ik daar. Sorry, man. Ik heb gewoon letterlijk verlies gedraaid. What the fuck, guys? Oké, dit is not the way. Dit is not the way to go.
heroverd. Ja, ik kan dat wel doen. Nou ja, en ook even wat graag op. Doe ik één play weg. Want anders heb ik gewoon geen eten meer, is ook niet de bedoeling. Ik had het voor 10 gekocht. Oh, is weer een, hoe heet het? Oeh, een helm, die kan ik daadwerkelijk gebruiken. Oh, ik ben dood. Ja, nee, dat had ik al verwacht. Ja. Zo. Ik vind het eigenlijk nu wel mooi geweest voor vandaag. Oep. Gaan we 7. We hebben namelijk nu iets van 2 uur gespeeld of zo. We zijn eigenlijk helemaal niet verder gekomen. Nou, we zijn op de helft van de clan tier 1. Dus. Er is nog een lange weg te gaan geweest. Echt een hele lange weg. Maar ja, dat komt helemaal goed. Ja, dankjewel voor het kijken naar deze stream. Vond je nou een leuke stream, doe dan gewoon... een duimpje omhoog, liken, weet ik veel, volg me op Twitch en YouTube en weet ik veel wat allemaal. En ja, dan geen idee wanneer de volgende stream van dit komt, gewoon wanneer ik weer tijd heb, want ik doe ook gewoon nog een studie en dat soort dingen, dus ja. Tot de volgende keer. Altijd goed.